Patty Veerhuis, vandaag de dag van de dialoog. Waar is dat initiatief ontstaan? Dat initiatief is ontstaan door mensen uit onze gemeente die de fakkeloptocht hebben georganiseerd. En die het belangrijk vonden om mensen met elkaar bij elkaar te brengen. En die met elkaar een gesprek te laten voeren. En ervoor te zorgen dat er op een leuke manier met elkaar gesproken wordt over allerlei dingen die mensen maar in willen brengen. Is het nodig om mensen bij elkaar te brengen? Ik denk dat het altijd goed is om mensen bij elkaar te brengen en op zijn minst met elkaar te laten praten over wat ze later in het samenleven van de gemeente, wat vandaag ons thema was, uit te spreken. En wellicht dat we elkaar verder kunnen helpen om onze dromen te laten verwezenlijken. Het is de eerste keer in onze gemeente, maar landelijk, en dat is vandaag echt de dag van een dialoog in het hele land, landelijk is het al meerdere jaren. Het klopt dat het in landelijk al meerdere keren heeft plaatsgevonden en inderdaad vandaag voor het eerst in onze mooie gemeente de Ronde Venen. En mogen we spreken van een succes en zijn we heel trots dat we mogen meedoen aan de week van de dialoog dat landelijk plaatsvindt. Ja, mensen zaten vandaag dus aan een tafel en gingen praten. Hoeveel tafels waren er in de Ronde Venen? Vandaag hadden wij 15 tafels met deelnemers die met elkaar de dialoog hebben gevoerd. En die tafels stonden eigenlijk door de hele gemeente in alle kernen. En hebben geprobeerd alle mensen de kans te geven om goed bereikbaar bij een tafel te kunnen komen. Nou, we zijn nu in de fabriek aan de Rondweg in Meidrecht. Het lijkt me hier echt een feest. Nou, zo ziet het er wel naar uit, hè. Alle deelnemers zijn vandaag nog even aanwezig hier in de fabriek met de tafelleiders om na te spreken en het mooie evenement met elkaar af te sluiten. Ja, dat mogen we dan wel spreken van een feestje. Dat klopt. Ja, het is dus eigenlijk weer even een ontmoeten. Mensen die bij tafels hebben gezeten kunnen samen nog eventjes praten, maar ze kunnen ook met andere tafels praten en zien wat de ervaringen zijn. Nou, dat klopt helemaal inderdaad. Iedereen die heeft meegedaan is hier vandaag aanwezig. En proberen we dit mooie evenement nogmaals met mooie gesprekken met elkaar af te sluiten. Ja, en het is natuurlijk de bedoeling dat het volgend jaar voor een tweede keer in de Ronde Venen weer zal plaatsvinden. Nou, dan zullen de huidige organisatoren zich in ieder geval met volle inzet weer voor inzetten. En dan hopen we dat dit mooie evenement volgend jaar gewoon weer plaatsvindt. Hey, dank je Patty en nog veel plezier vanavond op dit feest. Hartstikke bedankt, graag gedaan. Als burgers in de Ronde Venen een samenleving ontwikkelen die, waarin men elkaar ziet staan, waarin men omziet naar elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dit initiatief dat daar een heel belangrijke bijdrage aan kan leveren. Ik zeg namens het college dat wij daar heel, heel blij mee zijn met dit soort initiatieven. En hartelijk dank aan de organisatie en ook aan, aan u als deelnemers in deze dialooggesprekken. Hartelijk dank allemaal. Jullie hebben aan een tafel gezeten. Waar was dat? Bij de Albert Heijn. Bij Rinus, de tafelbegeleider, de bedrijfsmanager van de Albert Heijn. Dat was in Meidrecht. Hoe heb je dat ervaren, dat gesprek? Het was ontzettend leuk, heel leerzaam. En vooral om te zien dat iedereen een andere mening heeft, maar ook wel weer hetzelfde. We kwamen op een gegeven moment kwamen we met zoveel dingen, zaten we heel erg op één lijn. En dat was heel erg leuk om te zien. Ja. Ja. Zij noemt het leerzaam. Jij ook? Ja, heel leerzaam. Wat heb je ervan geleerd? Dat iedereen alles zo anders kan beleven en zo anders kan zien. Maar ja, toch ook hele mooie dingen uit ontstaan. Is het nou een initiatief dat jullie voor het eerst meemaken ook? Voor mij was dit de eerste keer, ja zeker. Voor jou ook? Nee, voor mij niet. Ik ben van een landelijke organisatie, dus ik ga 2 weken lang langs allerlei steden om dialogen mee te maken. Ja. Heb een avontuur, ontzettend. En hoe is het hier gegaan in de Ronde Venen? Heel erg leuk, heel erg knap ook als ze zoveel tafels hebben, de eerste keer. Ja, en ontzettend leuk gedaan ook, dat iedereen hier nu is. En ja, heel erg leuk. En volgend jaar weer, doe je nou mee? Zeker, zeker. Ja, ik ben erbij. Dank jullie wel.